Staphorst is hip. Ja, ik zie u denken, wat zegt zij nou weer? Staphorstiship.nl is een website die het slechte imago van het dorp moet oppoetsen. Je kunt er onder meer modieuze kleding bestellen en zelfs lingerie. Nou, dat liet onze verslaggever Erik Bunten zich natuurlijk geen twee keer zeggen. 16 jaar geleden was ik ook in Staphorst om een reportage te maken voor Hart van Nederland. Ook toen ging het over het slechte imago van het dorp. Nou, de meeste mensen denken dat we hier allemaal heel achterlijk zijn. We lopen klompen, we wonen op boerderijen. Alle mensen uit de kerk, zeg maar, dat die ook naar het café toe gaan. Maar dat is maar een klein gedeelte van de kerk, gaat naar het café toe. Ja, waarom wij nou weer? En ook als je nu de mensen interviewt, hoor je 16 jaar later nog dezelfde geluiden. Nou ja, ik kom zelf ook veel in het westen. En als ik zeg dat ik uit de dorps Staphorst kom, dan... Dat wordt er eigenlijk een beetje denigrerend en lachend over gedaan. Dat merk ik zeer zeker. Als ik zeg dat ik uit Staphorst kom, dan zie ik aan hun ogen al dat mensen denken van... Oh, Staphorst, dat is ouderwets. Dat is zwarte kousengemeente. Continu. Want zodra je Staphorst zegt, dan kijken ze echt aan van... Huh, jij uit Staphorst? Na al die jaren lijkt er niet veel veranderd. Het imago is niet al te best. En ook zie je nog steeds mensen in klederdracht. Hoewel, niet veranderd... Oh. Maar de ouderwetse klederdracht lijkt te veranderen. Pikante outfits, schoenen en ja zelfs lingerie kun je met de bekende bloemetjes tegenwoordig kopen. Staphorst wordt een stuk hipper. Kleurrijk, heel divers in verschillende soorten stoffen. Ja, en het kleurrijke spreekt toch iedereen aan. En Staphorst is ook kleurrijk en dat combineert mooi. Ik vind een goed initiatief. Daaruit blijkt dat mensen die creatief zijn. Ook dat ze met Staphorst de klederdracht op een andere manier mee omgaan. Ook wordt het verwerkt in meubels en gordijnen. De motieven zijn cultureel erfgoed en dat moet bewaard blijven. Maar ook zonder die modernisering kun je verknocht raken aan Staphorst. Ik had hetzelfde beeld als heel Nederland heeft over Staphorst. En nu ik er inmiddels ook alweer 16 jaar woon, wil ik hier nooit meer vandaan. De lingerie werd vandaag niet op de catwalk geshowt. Je kan ook niet alles in één keer willen.